Rustig, rustig. Hij is er dwars doorheen gegaan, joh. Thank you. Oh, kijk uit, opa. Hier rijdt de spiegel eraf. Wat is dit nou weer? 46 kilometer. 46? Hij staat in zijn twee. Ja. Waarschijnlijk weer verland, pa. Ja, we moeten doorgaan. Ja, maar je kan ook nergens meer keren. Je moet even gangen, opa. Die man denkt ook, wat doe je hier? Beetje links, opa. Links, links, links. Dat hadden wij niet verwacht toen wij hier Plastic Village binnenkwamen rijden. Het is echt gruwelijk lelijk. Er loopt een hele kudde daarboven en die komen deze kant op. Ja, dan vraag je af, gaat dat goed? Want het is best wel een drukke weg hier. Oh, kijk uit, er komt een geit aan. Die geiten moeten ook wel een bellen, maar als ze de weg oplopen, ze hebben geen toeter. Even doorlopen. We hebben niet de hele dag de geit. De tuin. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ga er maar weer even lekker voor zitten, want het avontuur komt naar je toe het komend half uur. We zijn in Antalya, zoals je in de vorige vlog zag, maar niet voor lang meer. Wij staan op het punt om te vertrekken naar de volgende bestemming. En de volgende bestemming is Kars. Dat ligt, wat is het, 200 kilometer verderop geloof ik, hè, pa? Ja, zoiets. Ja. En dat is een heel leuk vissersplaatje. Willen we graag zien. We zijn natuurlijk hier naar Alanya gegaan omdat ik naar het ziekenhuis moest. Maar er was eigenlijk een onderbreking in onze route. We gaan weer een stukje terug om dat gedeelte kust toch te zien. De Turkse rivière. We zijn natuurlijk. We rijden nu door de bergen zo meteen. En ja, dan mooie route. Wel een andere route. Ja, ja, klopt. We gaan wel twee verschillende routes doen. Maar we hebben iets ontdekt. Ja, je zou zeggen, die gebruik je natuurlijk als je weer dreigt verzekt te komen. Ja, schippen, die kans is hier vrij klein. In dit geval, kijk, hier. We hebben iets. Die schroeven. We zijn hier natuurlijk gekomen, achteruit gereden en over deze bouten heen. Ja. En die steken we toch op een tijdje uit. Dat gaan we niet doen. Maar dit wil natuurlijk wel schelen. Als we straks wegrijden, rijden we hier overheen. En kunnen we de banden niet beschadigen. En we zijn natuurlijk zo ver naar achteren gereden om niet uit te steken aan de voorkant. Achter steken we 3 meter uit. Maar daar heeft niemand last van. Ik zal eens even laten zien hoe de situatie hier is. Daar staat pa als het goed is. Ja hoor, daar staat hij. Met zo'n rode draad. Kijk deze, hier. Deze. Die is veel erger, hè? Oh, deze is scherp. Daar zijn we dus gewoon overheen gereden. Ja. Op de heenweg. Als je het nou zo doet en dan kijk jij of het goed gaat. Ja, dan doen we dat even zo. Dan ga ik hem nu iets vooruit kijken. Nou, je moet er toch niet aan denken dat je twee banden lekker rijdt op die bout. Nou, ik ga even kijken hoor. Ja, rijden. Oh. Ja, hij zit in een kuil. Rustig. Nou. Hij is er dwars doorheen gegaan, joh. Ik krijg niet eens meer los. Hier ook, maar hier is het niet zo erg. Die is meegegaan met de richting. Het is slap spul. We rijden weer en hopelijk blijft de lucht ook in de bandjes na deze actie. Ja, trouwens, als we lekker band hebben, ben je niet klaar, want ik heb niks bij me ervoor. Hè? Nee. Geen reservewiel, geen gereedschap. Nee, en dat is bij zo'n camper ook bijna niet te doen. Dus als je langs de kant van de weg komt te staan met een lekker band, dan ben je echt wel de sjaak, want je kan het zelf ook niet zo snel vervangen. Nee. Je hebt dan van dat spul wat je ook in zo'n band kan spuiten. Nou, dat hebben we ook niet. Dus ja, dan gewoon 1-2 bellen. Juist, je moet hier wel betalen zo. Oh ja, we moeten betalen voor... 82 staan. Ja, geen idee. Volgens mij kost het iets van 70 lira en dat is zoiets als 2,50 euro of zo. Dus dat gaan we zo even doen. Ik zei trouwens net dat we hier in Alanya zijn geweest, maar dit is natuurlijk Antalya. Ik vergis me wel eens, en pa ook. Daar hebben we wel eens last van. Oh, kijk uit. Steek een hond over. Zo. Ja, meid. Nou, die was drukker met de poes en met de hond. Dan ben ik heel benieuwd wat deze 2 nachten ons gaan kosten. Zit er? Oh, er zit ook echt iemand. Oh, ja. Thank you. Oh, kijk uit, opa. Hier rijdt de spiegel eraf. Ja, je kijkt wel naar die vrouw. Ze is wel knap, maar... Ja, je was afgeleid, hè? Terug. De hele spiegel. Oh, zo ja.
Zie je het nu of niet? Ja. Nou, top. Spiegel nog heel. Op naar het bekende kustplaatsje Kars. Het is best een stukje karren en we kiezen er ook nog voor om een stuk door het binnenland te gaan rijden. Want dat is volgens ons een hele gave route. Niet wetende dat we er een hele kluif aan gaan hebben om die afstand af te leggen. We moeten eerst maar eens even heel huids uit de drukte van de stad zien te komen. Een camper, een Duitser. Nou, dit is echt misschien de vierde camper die we hier zien. Ja, zoiets. Het is weer zaak om geconcentreerd te rijden, want ook vandaag hebben we weer een veelzijdigheid aan verkeersdeelnemers die we gaan tegenkomen. Van de ontwikkelde stad Antalya zitten we met een half uurtje rijden in dorpjes waar nog wel wat werk aan de winkel is. Of niet, dat vinden ze ook vaak prima. Ook hier wordt weer flink aan de weg getimmerd, iets dat je veel ziet in Turkije. De wegen zijn over het algemeen heel goed van kwaliteit hier. Nou, dit is een hele 46 kilometer. 46? Hij staat in zijn twee. Ja. Waar zijn we weer verlandbaar? Ja, we hadden zoiets van we willen even een mooie route volgen. Dat is het wel. Maar als dit 46 kilometer doorgaat, dan kunnen we beter nog een tussenstop inlassen. Ja. Maar het is wel gaaf, we gaan dwars door de bossen heen. Ach ja, we hebben de tijd en zo zie je nog eens wat. Geen rondje om de kerk dit keer, maar een bochtje om de moskee. Af en toe moeten we even stoppen, want dan steekt er bijvoorbeeld zoals nu de familie gans over. Een groepje gans over. Moet je hier die mis sturen, want als je van de weg op bent, dan vlieg je eigenlijk in de maag. Heel het, ja. Geen vangregels, hè? Nee, het is een hele scherpe berm ook. Het asfalt is echt heel scherp, dus als je daar met je banden op komt, dan kan ik me voorstellen dat je ze plat rijdt. Ja, en als je hier een lekke band krijgt, ook in ons geval natuurlijk, dan hebben we echt een probleem. Ja. De ene naar de andere haarspeldbocht gaat, hoor. Ja. Zo. Ja, daar helemaal onder, daar moet je terechtkomen, oké? Ja, maar wel via de weg dan. Ja, liever wel. En dat met tegenliggers erbij al helemaal een uitdaging. Dat kan net allemaal. We zitten met z'n drieën erin. Ja, joe. Hij doet er eventjes. Dat doen ze hier wel vaker. Ja. Maar dan voornamelijk om je even te bedanken. Dat je netjes aan de kant bent gegaan. Ja. Of om even te waarschuwen als ze er aankomen. Dus dat is een ander gebruik van de toeter dan bij ons. Zo, hier weer even klimmen. Ja. Fijn dat hij zo sterk is. Ja, zeker. Anders dan heb je echt een probleem, hoor. Dit komt waarschijnlijk niet over op camera, maar we zijn, wat zal het een procentje of 20 aan het klimmen zijn. We zijn na een vermoeide, maar ook hele gave route weer aangekomen bij de kust. Wat meteen opvalt is dat het hier best druk is met campers. Het is dan ook een populaire toeristische bestemming. Dus maar hopen dat we de camper kwijt kunnen voor een bezoek. Al is het best wel druk hier, je zult hier geen massatoerisme gaan tegenkomen. En dat is eigenlijk de charme van deze vissersplaats. Als je daar nou kunnen staan voor een appel en ei. Ja, nou, van appelinnigheid. Ja. Dit gaat zo te zien nog wel een dingetje worden om de camper hier kwijt te kunnen. Ja, het is hier wel een beetje druk. Ja. Kijk, hier zijn allemaal mensen bezig aan hun bootjes. Ja. Onderhoud aan het plegen. Ja. Niks. Er staan alleen maar boten op de kant. Ja. Oh. Nee, we moeten even iets anders verzinnen. Even draaien. Kijk, zo ziet het eruit als die boten niet allemaal hier op de kant staan. En dit is de realiteit van vandaag de dag. Ja. Er staan echt tientallen boten hier. Ja, op de kant. Moet ook onderhoud krijgen natuurlijk, maar dat is voor ons niet een ideale plek. De camper parkeren hier in Kars is helaas geen optie, maar we hebben een nog veel betere oplossing. Op 2 kilometer afstand van Kars hebben we dit pareltje gevonden. En het is nog gratis ook.
Nou, we staan niet in Kars zelf, want het was echt super druk overal. En alle campings die je hier vindt zijn dicht, zijn gesloten in de winter. Op één na, die is hier aan de overkant. Maar toen kwamen we hier langs, in een soort van baai. Nou, kijk eens om ons heen. Daar staan meerdere campers. Jawel, we spotten hier in Kars voor het eerst in 3 weken. Twee campers. Wat is dit nou weer? Oh, die poes. Kijk hier. Ja, die poes. Nou, het is weer één grote dierentuin hier. Fietsen is hier met die steile bergen om ons heen helaas geen optie. Dus gaan we met de taxi. Nou, voor een paar euro brengt hij ons naar het levendige havenplaatsje Kars. De taxichauffeur rijdt echt als een malle en heeft denk ik ambities om bij Max Verstappen in het team te komen. Binnen zo'n 50 seconden zijn we dan ook op plaats van bestemming. Een schilderachtig aanblik, zo met het mooie haventje waar in de zomer heel veel beweging is van alle toeristenboten. Nu niet, want die liggen dus voor een groot gedeelte op de kant voor onderhoud. Op steenworp afstand van het centrum vind je een aantal interessante overblijfselen uit de oude Lycische stad Antipelos. Kars was een belangrijke handelspost en havenstad in de oudheid, met een geschiedenis die teruggaat tot de 4e eeuw voor Christus. Het pittoreske havenplaatsje heeft dus een lange geschiedenis, waarbij verschillende culturen en volkeren het gebied hebben beheerst, waaronder de Grieken. En dat is nog goed te zien in het straatbeeld. Er hangt in Kars een hele relaxte sfeer en het trekt er ook veel hippe, maar ook hippie-achtige mensen aan. Je vindt hier veel leuke barretjes, ook aan het strand. Op het centrale plein is het gezellig met de vele restaurantjes en barretjes die je hier vindt. En als centraal middelpunt natuurlijk weer het beeld van de grondlegger van de Republiek Turkije, Atatürk. Heel leuk om hier door de smalle, autovrije straatjes te struinen, waar ze ook veel originele lokale souvenirs verkopen. Ook hier wordt goed gezorgd voor de zwerfkatten en honden. Vandaag staat er onder andere patat op het menu. Na dit dagje in Kars zijn we weer helemaal zen. De volgende morgen worden we wakker in het paradijs. What you do to me is in confliction, a straight contradiction with my mind. Guilty pleasure has a bitter taste. In the end, my friend, are you sure you wanna fight? Ik krijg zin om de dag lekker fris te gaan beginnen. Nou, daar hoor. Goedenavond, Tanjo B. Goedemorgen. Ochtendscène. Ja, we gaan zwemmen. Ja, het is nog vrij vroeg. Ook nog vrij koud. Het ziet er koud uit, maar het water is niet zo koud. Zo, Trixie aan de lijn. Chica komt er ook aan. O jee. Gelijk erdoor zeker. Ja, ik zal het maar zo snel mogelijk doen. Het is best wel fris. Ik denk dat het een graad of 7 is nu. Het zonnetje komt lekker op. Is er vandaag weer bij? Ik moest mijn pa even overhalen om mee te gaan zwemmen, maar hij vindt het toch wel lekker. Hoe vind je het? Ja, heerlijk. Lekker hè? Ja, alleen boven is het koud. Ja, boven is het koud en beneden een soort warme onderstroom. Heerlijk. Heerlijk. Ik heb ook wel eens last van de warme onderstroom. Even uitkijken met in en uit de zee lopen, want
en liggen heel veel grote stenen op de bodem. Prima start van de dag en we zijn helemaal wakker en klaar om vandaag weer op avontuur te gaan. En oh, je zal hier toch maar wonen. Oeh la la, wat een uitzicht. De eerste stop van vandaag is het plaatsje Demre. Daar zit een heel bijzonder verhaal achter en het is een klein uurtje rijden. En we worden bij vertrek al verwend met dit prachtige uitzicht over de baai. Maar we worden een bergweggetje opgestuurd die, laten we zeggen, nogal uitdagend is. Wat hebben we nou weer voor weg? Kijk, ik denk meer. We zitten 2 minuten in de camper. We zijn net vertrokken van een fantastische camperplaats. Natuurlijk de afgelopen 2 dagen geweest. Zit je nu eens in 1? Ja. Ja, nu wel. Maar Google zegt rij hier maar 1. Maar... Nee, opa. Ja, nee, maar nou moeten we doorgaan. Hè? Ja, we moeten doorgaan. Ja, maar je kan ook naar het parkeren. Nou, ik zie hier huizen, dus dat... Oh ja, kijk, er komt een kot aan. Oh, die moet even gangen, opa. Die man denkt ook, wat doe je hier? Beetje links, opa. Links, links, links. Nee, maar je hebt hier allemaal scherpe stenen. We zijn boven. We zijn boven. De eerste kilometer was al heel avontuurlijk. Ja. Kijk, wij rijden natuurlijk vaak achter Google aan en dat gaat vaak perfect. Ja, ik denk, dit is natuurlijk... Het is een gratis navigatiesysteem en heel actueel. Maar soms stuurt hij je over weggetjes heen dat je denkt, oké. Maar het is weer gelukt. Kijk, dit gaat een stuk makkelijker zo op deze weg. Ineens verschijnt aan de horizon een wel heel apart landschap. Dat is dit, joh. We zijn onderweg naar de ruïnes van Demre. En ook weer bijzonder te zijn. Zoveel historie hier in Turkije. Ja. Alleen, we krijgen nog niet echt het gevoel. Nee, het is alleen maar plastic, plastic, plastic. Plastic village. Ja. Overal wordt hier aan landbouw gedaan. En ja, kijk maar eens even mee. Hier... Kilometers lang. Er zijn dus samen allemaal tomaten zo te zien. Kijk, en hier rijden we dan langs een opgraving. Die wordt nog beschermd, dus ik denk dat archeologen hier nog bezig zijn. Maar dit hadden wij niet verwacht toen wij hier Plastic Village binnenkwamen rijden. Het is echt gruwelijk lelijk. Nou, eigenlijk wat er mensen van gemaakt heeft. Het ligt hier prachtig met die zee. We hebben een hele mooie weg gereden, hè? Kustroute, ja. Bergwegen. En dan kom je hier en dan kijk je uit over één groot wit landschap. En niet omdat het gesneeuwd heeft of iets, nee. Allemaal plastic, plastic, plastic. En dat zagen we vorig jaar ook in Spanje rondom het gebied Almeria. Tientallen kilometers, nou misschien wel 100 kilometer, misschien wel meer. Alleen maar wit plastic. Wereldwijd staat Turkije op de 7e plaats van landbouwproducenten. En zorgt voor meer dan 25% van de werkgelegenheid in dit land. Tja, mooi is anders natuurlijk, maar een flink deel van ons groente en fruit komt dus ook hier vandaan. In het gebied tussen de vele kassen vind je de ruïnes van Demre, ook wel bekend als Mira. Mira was een oude stad in Lycië en staat bekend om zijn goed bewaarde theater, rotswoningen en rotsgraven. In Turkije zijn nog veel rotswoningen te vinden. Die werden traditioneel bewoond door de lokale bevolking en dienden als woningen, kerken... En er zijn zelfs ondergrondse steden, maar dat zie je later in mijn vlogs. Hoog op de berg vind je de ruïnes van kasteel Demre. Het biedt een prachtig uitzicht op de omgeving en de Middellandse Zee. En, oh ja, natuurlijk ook de landbouwkassen.
Het kasteel dateert uit de middeleeuwen en diende oorspronkelijk als een verdedigingsfort tegen piraten. We rijden iets verderop naar de Sint-Nicolaaskerk. En daar zit een heel interessant verhaal achter. Daar is de kerk. Oké. Okay. Oh ja, dank je. Moeten we wel eerst even door een souvenir. Oh, het licht gaat aan. Er was helemaal niemand. Oh, mooi. Ja. Zo ziet u alles toe. We zijn onderweg naar de Sint-Nicolaaskerk. Een bijzonder oud kerkje met een nog bijzondere verhaal. Zeker voor ons Nederlanders, omdat wij natuurlijk het Sinterklaasfeest vieren. Ja. Waar toch een ander verhaal achter zit als wat de meeste Nederlanders denken. Ja. Zomers barst het hier waarschijnlijk van de toeristen als je ziet hoeveel souvenirs hier aangeboden worden. Oh, het licht gaat weer uit. Ze denken de jongens, die zijn door de winkel heen gelopen. Ik doe lekker het licht weer uit. Sip groot gelijk. Maar als je ziet hoeveel prularia hier aangeboden wordt, dan zou je begrijpen dat hier heel veel toeristen op afkomen. Een kleine waarschuwing. Dit stukje vlog kan beter niet bekeken worden door jongere kinderen. Nee. Dus ouders, let op je kroost. Ja, zo is dat. Pa, let op je kroost. Het is een bijzonder verhaal wat er nu komt. Het is een bijzonder verhaal. Ja. De historische figuur achter Sinterklaas is Sint Nicolaas, een christelijke heilige die in de 4e eeuw na Christus in Myra leefde. Dat toen nog Griekstalig was en tot het Ottomaanse Rijk behoorde. Sint Nicolaas was bisschop van Myra en stond bekend om zijn vrijgevigheid en goede daden. Zijn reputatie als gever van geschenken aan kinderen heeft geleid tot de moderne figuur van Sinterklaas. En het verhaal heeft, zoals jullie weten, inmiddels een hele andere draai gekregen. Er is zelfs in de 6e eeuw na Christus een kerk voor de beschermheilige gebouwd, de Sint-Nicolaaskerk. En is een heel belangrijk bedevaartsoord geworden. Door de eeuwen heen werd de kerk verschillende keren gerenoveerd en herbouwd. Tijdens de Ottomaanse periode werd de kerk omgebouwd tot moskee. Maar in de 20e eeuw werd het weer een christelijke kerk. Wij gaan eens even een kijkje binnen nemen. Ja, toch wel bijzonder om hier te staan. De oorsprong van Sint-Nicolaas. Ja, inderdaad, dat hadden we nooit gedacht. Nee, wie had dat gedacht? Wie wist dat? Wees eerlijk. Wist jij dat de oorsprong van Sint-Nicolaas, de goedheiligman, in Turkije lag? Nee. Wist jij dat? Nee. Ja, ik niet. Nee, en heel veel kinderen ook niet. Heel veel kinderen ook niet, nee. Dus daarom is het maar goed dat ze even achter de televisie zijn gaan zitten. Ja. Maar een bijzonder verhaal, superveel geschiedenis natuurlijk. En deze basiliek is eigenlijk over het graf van Sint-Nicolaas heen gebouwd eigenlijk. En is ook gemoderniseerd in de loop van de eeuwen is daar zoveel aan gedaan. Maar er is heel veel bewaard gebleven. En als je aankomt rijden, denk je, is dit het nou? He, met die souvenirshops en zo. Maar het is toch wel bijzonder om hier zo te zijn. En ook die fresco's overal op de muren geschilderd. Ik geloof dat die uit de 12e eeuw komen. Dit en de oorsprong was natuurlijk 300 jaar na Christus. Ja. Maar daarna hebben ze natuurlijk gemoderniseerd. En dan doen ze die wandschildering. Ja, ze gaan toch een beetje mee met de tijd. Echt modern is het nog niet, hoor. Nee, het is niet echt. Ik heb nog geen wifi-punt gezien. Of trouwens wel, voor de toeristen. Ja. En wat ook bijzonder is, is dat we deze basiliek bijna weer voor onszelf hebben. Ja, het is toch onvoorstelbaar, hè? Ja, je ziet in alles dat het berekend is op grote groepen. Ja. Buiten ook die souvenirshops. En nu? Ja, je hoort alleen de echo van onze stemmen. Voor de rest niets. Ja, het is bijzonder, maar het is wel heel mooi. Zo zie je maar mooie verhalen. En wat er allemaal precies van waar is, dat is natuurlijk moeilijk om... Kunnen wij niet controleren. Om te achterhalen. We gaan er maar vanuit dat wat in de boeken staat, dat zo is. Nou, we gaan weer terug naar de honden. Ja. Die zitten in de camper. Het is inmiddels 19 of 20 graden. Nou. Dus heel lang kunnen ze niet meer in de camper zitten. Hier is het koud, hoor. Ja, hier binnen is het heel koud, ja. Zulke muren. Ja. Hoewel de kerstman een unieke figuur is geworden met zijn eigen folklore en tradities, is zijn oorsprong deels terug te voeren op de viering van Sint-Nicolaas. En daarom heeft het verhaal van Sinterklaas een indirecte invloed gehad op de ontwikkeling van het kerstmanverhaal. Toch leuk om te weten. We gaan weer door en Sierra Lee Beach staat op het programma van de volgende bestemming. Een stukje Bali in Turkije, maar dat zie je in de volgende vlog. Eerst laat ik je even de kustroute zien die we hebben gereden.
is dit Turkije, hoor ik je denken? Jazeker mensen. Geniet even mee met de rit die we maakten. Zo, we zijn even gestopt hier, want het is echt ongelooflijk mooi. Pa die gaat even zijn oude brood dumpen bij de geiten. Wat een gekke geit hier. Maar die route... Nee joh. Ja, ik weet niet of we het aan jullie kunnen uitleggen. Ja. Het is, ik heb kippenvel over mijn hele lichaam heen. Soms denken we, het kan niet mooier dan wat we al gezien hebben. Maar we zijn gewoon 40 kilometer... Slingerde slang, klem aan de kust, ja. Met azuurblauw water, ja. Wat je hier achter mij ziet. Wat continu van kleur verandert. Ja. Soms denk je gewoon, nou het is nep, ja. Weet je wel, het bestaat niet, nee. Die kleur, dat het zo is. Ja. Maar ja, en dat in contrast met die lichte rotsen. Dus we moesten hier echt even stoppen. En op een mooi plekje, want ja, die geiten kwamen precies naar ons toe. Je kan stoppen ook. Nee, je kan heel weinig stoppen. Er zijn weinig van die vluchthaventjes. Ik zou zeggen, mooie uitkijkpunten maken hier, maar schitterende weg. Mooie rijen kennen eigenlijk niet. De ene pocht naar de andere en die weg is ook prima. Maar alleen, er zijn geen parkeerplaatsen, dus nou staan we hier op een geitenplek. Ja, het is echt... Doe je het voor, Kees? Ja, hier doen we het voor. Ja. Het is... Ja, dat is gewoon heel bijzonder om dit mee te mogen maken. Ja. En dat stond ook helemaal niet in de boeken als highlight of iets. Nee. We rijden gewoon een weg naar Sierra Leone, dacht ik. Ja, Sierra Leone. Nou, dat is onze volgende bestemming voor vandaag. Ja. Maar ja, dit is al zo prachtig. En dan met die geitenbellen op de achtergrond. Die geiten moeten ook wel bellen, maar als ze de weg oplopen, ze hebben geen toeter. Nee, precies. Dat moet er wel. Moet je Chico ook zien achter het stuur? Chico vindt het een beetje vreemd allemaal. Ja, dat zijn geiten, Chico. Ja. Kijk, er komen daar een paar geiten vanuit de bergen en die steken dan gewoon de weg over. Er loopt een hele kudde daarboven en die komen deze kant op. Ja, dan vraag je af, gaat dat goed? Want het is best wel een drukke weg hier. Je houdt je hart vast als je dit ziet. Goedemiddag. Zo, allemaal op weg naar de volgende bestemming. Ja, kom maar. Oh, kijk uit, er komt een geit aan. Ho. Oh. Ja, kom maar. We moeten nog heel even wachten, pa, met vertrekken, want... Voor je het weet, heb je een geit in je grill. Ja, kom maar. Ja, loop. Ja, even doorlopen. We hebben niet de hele dag de geit. De tijd. Iets verderop vonden we toch nog een plekje om een Turks theetje te drinken. Met dit uitzicht. In de volgende vlog zie je dus dat we het gevoel hebben dat we in Bali zijn beland. We willen naar een prachtige plek iets verderop, maar er ligt een klein probleempje op de route. Wat denk jij ervan? Dat gaat niet. Gaat er niet? Dan moeten we een stukje omlopen. Ja. Het is maar 4 kilometer. Dat scheelt. Toch ga ik een poging doen. Kunnen we hier wel naar de overkant? Nee. Ook niet? Nee. Wat moet je doen? Hè? Fietsen eraf halen. Ja. Dan willen we vanmiddag toch, hebben we het toch nodig. En dan fietsen we er wel een. Ja, goed bekeken. Nou ja, goed bekeken. Dat bleek dus een hele beproeving te worden. En krijgen we nog meer sportieve uitdagingen voor onze kiezen. En dat alles om een bizar natuurverschijnsel te zien. Nou, het is heerlijk warm hier. Het zonnetje begint wat minder zijn werk te doen. Ja. Maar je hebt gewoon je eigen warmtebron daar. Ja, het steen is warm. Het is wel echt heel bijzonder. Ja. Moet je voorstellen hoe lang dit al gaande is. En je ruikt ook echt wel dat gas. Hier is ook zo'n steen, ook zo'n... Zo'n plek, er zijn er iets van 30 of 40. Er komt hier dus vuur uit de rotsen. Nou, hoe dat zit, dat zie je in de volgende vlog.
En gaan we in Manavgat op pad met het Nederlandse stijl Erik en Joke, die geëmigreerd zijn uit Turkije. Kijk eens wie we daar hebben, pa. Oh. Het is de Donkeymobiel. En weten ze wel heel spectaculaire entree te maken met hun stoere camper. Goedemorgen, daar zijn we dan. Günaydın. Günaydın. Ja, Günaydın. Nasılsınız? Ja, ja, ja. Hoe gaat het? Zo, je zit helemaal in donk. Kom eens naar buiten, Erik. Oh, wat gezelligheid. Oh, kijk. Oh. Oh. En dit was niet het enige avontuur dat we met de doldwaze stijl hebben meegemaakt. Erik, kijk je uit. Oh. Ik zet even het bankstel in elkaar. Ja, zet jij het bankstel in elkaar? Ja, zeker. Kijk, dit zijn allemaal losse stokjes. Ja, dat is een beetje hoe mijn leven in elkaar zit. Alles aan losse eindjes en losse stokjes. En aan het eind komt het toch weer goed, hè? Ja, ja. Een happy end, hè? Niemand die het begrijpt. Nee. Nou, dat belooft weer heel wat voor de volgende vlog. Chico's en oren die gaan ervan naar beneden staan. Die denkt ook, oh, wat hebben we allemaal meegemaakt? Nou, heel veel. Nou, de volgende vlog is aanstaande zondagmorgen om 10 uur. Dus vanaf nu weer lekker 2 keer in de week de vloggende bestemming op jouw scherm. Dus die woensdagavond 8 uur, zondagmorgen 10 uur. Daar ga ik mij weer hard voor maken. Zoveel leuke dingen die eraan komen. Nou, druk even dat belletje in en dan hoor je precies wanneer dus die nieuwe vlog online komt. En abonneer nog gewoon even op het kanaal van de vloggende bestemming. Het is, dat is mijn stoel die kraakt. Het is gratis, dus waarom niet? En als je toch zo lekker bezig bent, gooi even dat duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Gaan we afsluiten hier vanaf de VB002. Chico Pootje, dan zeggen we bedankt voor het kijken en tot Chico Pootje. Pootje. Pootje, tot de volgende bestemming. Hoi!